Voorzitter Geert Dalens heeft bij de provinciale ledenvergadering van 50PLUS in Bijlen twee initiatieven gepresenteerd om de opgestapte oud-lijsttrekker Frank Duut dwars te zitten. Er alles aan zullen doen om die Duut aan zijn oren uit de Provinciale Staten te trekken. Duut was lijsttrekker voor 50PLUS tijdens de afgelopen provinciale verkiezingen in Drenthe. Hij behaalde één zetel, maar verliet al snel de partij. De zetel behield hij. Zetelrol volgens partijvoorzitter Dalens en dat zit hem goed dwars. We hebben het initiatief genomen, de Tweede Kamerfractie in het bijzonder, om een wettelijke regeling te maken om dit soort zetelroof in de toekomst onmogelijk te maken. Dat kan, ik heb daar met deskundigen over gesproken. Er moet wel een initiatiefwet voor op tafel gelegd worden, maar 50PLUS neemt dat initiatief. Verder roept Dalens iedereen op om lid te worden van Duuts huidige partij op Drenthe. Hij wil dan een ledenvergadering uitroepen en de macht binnen de partij grijpen. En dan gaan we het allemaal heel anders aanpakken. Dan gaan we eens even kijken wat we met die partij verder moeten gaan doen. In het belang van de mensen in Drenthe. Misschien moet die hele partij wel opgeheven worden, kan ook. We gaan het allemaal even zien, maar ik ben inmiddels lid van deze partij. Nou, ik vind het uitstekend idee. Dus die man moet gewoon weg. En, als je daar lid van kan worden, ja, fantastisch natuurlijk. Hè. Wij ondersteunen hem ook om weg te gaan. Dalens kijkt ook naar zichzelf en de partij. Hij ziet in dat 50PLUS een probleem heeft wat betreft loyaliteit. Hij gaat daar de aankomende tijd met het bestuur aan werken. Moet u deze strijd wel aangaan? Want dit wordt toch alleen maar meer modder gooien? Nee, wij gooien geen modder. Wij doen dat allemaal heel keurig en correct en volgens de regels van het spel. Maar ik kan er niet mee leven dat 8444 kiezers in Drenthe hun stem op 50PLUS hebben uitgebracht. Die hebben hun vertrouwen aan onze partij gegeven. Dat vertrouwen is beschaamd, dat vind ik echt heel erg. En daar hebben we ook oprecht en welgemeend excuses voor aangeboden. Maar die zaak moet worden rechtgezet in het belang van die mensen die hun vertrouwen aan 50PLUS hebben gegeven. Dus zolang die Duut daar zit, is dat niet in orde en dit moet worden opgelost.